Thank you.
Watching the TV channel. Goedenavond. Het is vrijdagavond, 3 juli 2020. De klok heeft 8 uur geslagen en we gaan zo van start met de VV Jubbega Bingo. Er zijn een paar fanatiekelingen die voor jullie de nummers gaan draaien. Heeft u bingo, belt u met het telefoonnummer wat in beeld staat. En de rest volgt zelf. We wensen iedereen een hele fijne avond. En we zijn zeer blij dat er zo'n grote deelname is, dames en heren. Daarvoor is even een applausje waard, hè. Ja, ja. Ook de donaties en de sponsoren, hartelijk dank voor uw medewerking tijdens deze VV Jubbega Bingo. We wensen iedereen veel plezier. Pak er een drankje bij, een hapje. En houdt uw bingo-kaarten gereed. We schakelen binnen nu en een paar seconden over naar de studio, waar vanavond de bingo live gedraaid wordt. Iedereen veel plezier en mogen de beste winnen. Test in 2, een goedenavond. Beste VV Jubbega fans, wat zegt u daar? Goedenavond. Ja, Dennis is er ook bij, jongens. Hey, dames en heren, Dennis de Haan, hey, hartstikke idee. Hallo, hallo, hallo. Dames en heren, even een korte introductie van hedenavond. We hopen dat alles even goed te beluisteren is. Mocht dat niet zo zijn, graag even zo snel mogelijk een WhatsAppje sturen naar het telefoonnummer wat inmiddels in beeld is verschenen. 06-52-58-6565. We hopen dat het dus even goed doorkomt. Dennis, best ook direct nog steeds ambitie testen. 1, ik ben 2, 3. Er nog steeds, ja. Doe best er nog steeds. Hartstikke mooi. Goed, we wachten er nog even een kort moment af, jongens. Mocht het niet zo zijn, dan moeten we nog even een klein aanpassing doen. Maar volgens mij zit het wel aardig goed hier. De VV Jubbega Bingo. Voor het eerst in nou, misschien wel 1000 jaar dat de VV Jubbega Bingo van start gaat. Het is namelijk zo, dames en heren. Een korte introductie heeft u zojuist al gehoord. We gaan zometeen met de eerste ronde van start. En dat is de kaartkleur, dames en heren, dat is wit. En de eerste ronde die gaan we spelen diagonaal van linksboven naar rechtsonder. Dus we beginnen bij de B linksboven en gaan naar rechtsonder. Dat zijn 4 getallen. Dus ja, als u dat heeft, dan heeft u bingo. En dan kunt u zo snel mogelijk bellen naar de studio. En dan komt u live in de uitzending en dan gaan we even een klein gesprekje met u voeren. En moet u even een code doorgeven. En dan gaan wij dat hier controleren. En heeft u bingo, dan wint u dus de prijs. De eerste prijs van ronde 1, dames en heren. Dus nogmaals, diagonaal linksboven naar rechtsonder. Dat is een fanpakket. En die wordt aangeboden door de supportersvereniging van de VV Jubbega. Goed, we gaan nog even snel controleren of hier en daar nog een storytje is. Ik denk het niet. Ja, zojuist in het jingle wel. Maar dit is volgens mij al een stuk beter. Dan schakelen we over naar Dennis de Haan. Ik zou zeggen, ga maar los met die banaan. Here we go. Nou, dan gaan we beginnen. Met de eerste beltje van u. Nummer 60. Nummer 9. Nummer 36. ...58... ...37... ...10... Ja, Dennis, we moeten een beetje rustig aan.
Giet het te snel? Giet een beetje te snel. Ik dacht dat zoveel als bingo werd. Want we hebben een klein beetje vertraging op de lijn, dus een klein beetje rustiger. Oké. Ik heb ze rustig aan streepje. Geen we maar. Topper. 15. Nummer 34. Nummer 4. 8. Nummer 50. Zo'n 50. Hij zit wel een berg in de 50, hoor. 59. 40. Nummer 44. Nummer 53. Nummer 6. Nummer 51. Vjouwere 60. Nummer 64. De spanning stijgt zo'n beetje nog, hè? Nummer 30. Nummer 61. Ja, stop maar. Volgens mij hebben wij een bingo, jongens. Goed. 61. Ja, de bingo-commissie. Goeiemiddag. Of goeie Janne, bliksem. Goeie Janne. Hoi, met wie praat ik? Met Jiske. Hoi. Hoi. Waar heb bingo? Je hebt bingo, bliksem. Ja, bingo. Nou, en dan moeten we even zien, dan moeten we hier even controleren. Dan moet je me even een foto sturen naar de WhatsApp. Bingo! Bingo. Ik zal even een foto, meidje. Hier, ik kom zien in de zending. Even een foto, meidje, en even naar de WhatsApp sturen van uw telefoonnummer. En dan controleren wij even. Ja, u zelf hier. Ja, jongens, er is een mogelijke bingo en de foto komt er nu aan. En dan zullen we even zien dat dit juist is. Ik kijk zo even naar de rechterhand hier. Jij kan dat op deze manier controleren. Wij controleren dus een mogelijke bingo. Dames en heren, het is een juiste bingo. Ik zou zeggen van harte gefeliciteerd.
Dankjewel. En succes verder, hè. Hoi. Goed, dat was dus de eerste bingo, dames en heren. En we moeten nog even een nummertje erbij zetten. Want 61, dat was de laatst genoemde nummer. Die zet ik er even bij. Zo. Dan gaan we naar ronde 2. En ronde 2, dames en heren, dat is ook diagonaal. En dat is rechtsboven naar linksonder. Dus rechtsboven naar linksonder. Ik zal hem even wat zachter zetten hier in de studio. Want dan galmt dat bij iedereen te ronden. Dus we gaan van start met ronde 2. Dezelfde kaartkleur, wit. En diagonaal rechtsboven naar linksonder. Dan gaan we weer. Ik zou zeggen, Dennis, draai ze maar weer. Oh, daar hebben we weer een bingo. Onder. Ja, bingo-commissie. Goedenavond. Ja, goedenavond. In mijn Duitse blauw. Goedenavond. Ik ga bingo. Ja, dat... die kwam eens weer eruit, want er weer een aardige prut... Sivers verscheen, hè? Ja, ik zal even een foto maatje. Ja, even een foto. Kunnen wij het hier in de studio controleren? Ja, oké. Okay. Akkoord. Goed, Doutje, ben je er nog steeds? Ja, ja, ik ben er nog steeds. Het is een juiste bingo. Onze yeah. Even bekeken en dus ja. Voor elkaar. De prijs die Sto krijgt, dat is een bloemenbon van Cariandra ter waarde van €15. Van harte gefeliciteerd. Geweldig. Mooi, dankjewel. Goed zo, veel plezier en succes, hè. Ja, dank je. Hoi. Goed, dames en heren, gaan we verder met ronde 3 en dat is de volle kaart. Ik zou zeggen, Dennis, gaan we weer verder, jongen. En de volle kaart, dames en heren, als u die heeft €25 cadeaubonnen van de HEMA. Dat is ook weer een mooie prijs. Hey, mij weer. Ja, kennen we weer. Ja, jongen. Nou, dan gaan we weer. De Lijl in je kleren, nummer 44. ...68. Nummer 21. Nummer 22. Nummer 33. Zo'n 20. Nummer 66. Nummer 63. ...48. Nummer 60. Nummer 19. €64. €46. Nummer 10. Nummertje 38. Nummer 13. Nummer 12. Elf. Zesentwintig. Veertig.
32. Nummer 18. Njogeno 60. Fjouren 50. Is het voor spraakwetter gewoon, Dennis? Nou nee, maar dit ding is ik haast leeg. Oh, dat dacht ik ja. 43. 42. Nummer 3. Nummer 2. 49. Ja, maar hier staat bij alles staat iets aan zien. 66. Nummer 14. 5. Vierentwintig. Twintig. Doe dat nou wel meestal mij? Voor mij ben je weer de lucht, hè? Nummer 23. Nummer 16. Ja, er is hier niet belt. Ik zeg een goeie avond. Tegen wie? Hallo? Ja, goeie. Ik ga bingo. En met wie praten wij? Joke de Vries. Joke de Vries. Nou, dat is net de eerste die bingo had, maar dat is wel de eerste die belt. We moeten het dus even controleren. Stuur maar even een fotootje. Ja, ga ik doen. Akkoord. Dames en heren, er is dus veel meer mensen die hebben bingo. Maar Joke de Vries, dat is de eerste die gebeld heeft. We zijn hem nog aan het controleren en dat is ook de spelregels natuurlijk. Degene die als eerste belt, heeft dus ook als eerste kans. Is de bingo niet juist, dan gaan we natuurlijk de volgende opnemen. Ja, Joke, best er nog steeds. Jazeker. Hij is akkoord. Hoi. Je wint €25 aan cadeaubonnen van de HEMA. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Voor iedereen die vandaag een prijs wint, want we zijn nog lang niet klaar, dames en heren. Voor iedereen die dus een prijs wint vandaag, morgen zijn ze tussen 10 en 12 af te halen aan de Nijenbekopenweg 31 bij Sluis 2. Bij voormalig café of inmiddels weer het toekomstige gelegenheid De Groene Weide bij Saskia Brouwer en Allard van der Meer. Dus morgen tussen 10 en 12 kunt u daar de prijs afhalen. Goed, we hebben nog een paar verrassingen vanavond. We gaan natuurlijk zometeen verder met de volgende rondes. Voor de eerste beller, dus degene die nu belt, ligt er ook een mooie prijs klaar. Dus als u nu belt,
ontvangt u een mooie prijs. U krijgt dan meteen te horen wat uw prijs is. En nogmaals de regels. Degene die als eerste belt, dames en heren, met een bingo, die wint de prijs. Ik zeg een goede avond tegen wie? Ja, hoi. Goeie, met wie praat ik? Met Grietje Hofstee. Grietje Hofstee, je bent de eerste beller. Je wint een toegangskaart voor een lezing van Johan Derksen in De Zwaantjes te lang weer in voorjaar 2021. Gefeliciteerd. En wanneer is het? Ja, dat wordt TCT gecommuniceerd, maar het is dus een toegangskaart voor een lezing van Johan Derksen. Oké, dankjewel. In De Zwaantjes te lang weer, voorjaar 2021, wordt je uiteraard nog meer van verteld. Goed, zo zijn er vanavond nog veel meer prijzen, dames en heren. We gaan zometeen weer verder met ronde 2. Of met de kaart 2. En dat is de kleur roze. En af en toe dan roepen wij u op om te bellen. En dan kunt u ook zo'n mooie prijs winnen. En dat is spontaan even vanavond hier bij de bingo van de VV Jubbega. Nog zo'n zin, Dennis, best er ambitie weer klaar voor. Ja, alles zit bij de plek, dus we kennen wel. Nou, gooien wij alle cijfers er even uit. Ja, daar gaat hij. Dus nogmaals, dames en heren, degene die bingo heeft, zo snel mogelijk bellen. En de eerste beller, die wordt gecontroleerd hier. Goed, Dennis, ik zou zeggen, draai maar weg. Daar gaat hij. Nou, zo donder je er al uit. Nummer 34. Nummer 40. Fjouwerenzantig. Nummer 63. Nummer 52. Nummer 64. Ging de hut Jeroen. Ja, mijn excuus jongens, ik wil je plat bellen en ik lees ik wat dingen op WhatsApp. We zijn veel te enthousiast, maar dit is natuurlijk kleur roze kaart. We moeten wel even weten waarvoor we spelen. Dus dat is even een foutje van mij, jou ook ik daar. Je hebt mij helemaal gelijk. Mijn excuus, ik vind eigenlijk... Nou nee, je is zo hekkeloosstreep, we kennen het meer waarom. Maar het is voor de bovenste rij. En de prijs is in je bierpakket Heineken. Dus nogmaals even, voordat Dennis weer verder geert. We spelen hier voor de kleur roze. De kaart 12 is kleur roze. De eerste ronde is bingo bij de bovenste rij. En het gaat om een bierpakket van Heineken. Mijn excuus nogmaals en we gaan weer verder. Gaat ie weer. Nummer draaien. Nummer draaien. Twintig. 42. Seizoen 60. Zon 20. 60. Nummer 32. Nummer 13. Drieëntridig. Vierentridig.
Nummer 15. Nummer 62. Drieëntwintig. Negenenvijftig. Nummer 41. Nummer 26. Achtenvijftig. Nummer 56. Nummer 61. Achtenzestig. Drieënzestig. Negenendertig. Ja, meisken. We hebben bingo. Altijd goed is. Goedenavond. Tegen wie? Ja, mijn Wieger. Wieger, goeie. Hoi. Hoi, wij hebben bingo. Nou, dat wil ik wel eens even zien. Nou, Natalie stuurt hem op. Best genoeg. Ik wacht hier even rustig hou. En dan zetten we de muziek weer even aan. En dan hebben we samen weer even contact. Yep. You are watching the TV channel. Ja, we hebben het even gecontroleerd en het is een goede bingo. Mooi. Van harte gefeliciteerd. Hier winnen een bierpakket van Heineken. En succes hier, hè? Alles in het reet, Jere. Dank u wel. En succes. Goed jongens, we gaan verder met ronde 2. Ja, ik moet het er even bij zeggen volgens mij. Hè? Ja, het is wel zo slim. Dat is de onderste rij. En de prijs is €20 aan cadeaubon van €20 van Home 43. Dus bingo bij de onderste rij. Ja, daar gaat hij weer. De Lyle in je kleren. 21. Nummer 9. 24. 30. Nummer 6. Nummer 12. Nummer 60. Het gaat alleen om de onderste rij. 24. 64. 38.
21. Zesenveertig. Nummer 10. Ja, we hebben weer een beller. Goedenavond. Goedenavond, ik heb Bingo. En met waar praat ik? Mijn Klasina IJsselstein. Goeiedag. Nou, jou mag hem wel even sturen. Zal ik hem even sturen, letten? Dan kunnen wij hem even controleren. Ja. Hij komt eronder. Even geduld. Hij komt eraan, hè? Wat vertraging op de lijn. Zo, nog maar de notaris, maar even naar de west, ook wel. Even naar de west, ja, even naar de west. Even naar de west, zo kan je misschien even dat ik hem aanpas. Wat wie jouw naam ik op, hè? Klasina IJsselstein. Klasina IJsselstein. En via wie heb je ook kaarten gekocht? Dat is even een strenge check, hè? Onder welke naam, hè? Stoelwender. Stoelwender. Familie Stoelwender. Ja, daar zullen we wel meer wijzen, denk ik. Ja, dat denk ik. Ja. Evert Stoelwender. Het zweeën. Ja, dat is altijd mooi, hè? Er zijn zoveel Stoelwenders zelfs. Ja. Het wordt even gecheckt op het moment. Ja, ja. We moeten nog even goed zien. Jo. Nou, hij klapt helemaal. Nou, hartstikke mooi. Geweldig. Van harte gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Een cadeaubon van €20 van Home 43. Veel plezier ermee. Jo, bedankt. Yo, succes verder. Hoi, hoi. Yo, goed, dames en heren. Dan gaan we verder met de ronde 3 van deze kaart. Kleur roze. En dat is de volle kaart. Ik zou zeggen, Dennis, nog even geduld. Ik mag hem nog even bij de nummers even aanpassen. Want anders denken ze dat de onderste rij de bingo is. Dus dat geven we nog even aan. En dan gaan we verder met de balletjes, hè. Jogene 40. Fjouweren 60. Nummer 16. Twaandwendig. Zo'n 30. Ian 30. Drieënveertig. Zestig. Negenentwintig. Vierenvijftig.
53. Vierenveertig. Vierenveertig. Zesentwintig. Nummer vijf. 40. 48. 8. 72. 66. 17. 12. 4. 28. 19. 51. 50. Dat is ook wel haast in je belje, denk ik. 18. Ja. Telefoon. Ja, dat keer dat werd redelijk gloeiend, maar we hebben toch echt hier op dit moment de eerste beller. Ik zeg goedenavond. Ja, goeiem. Hoi, maar wie praten wij? René Holman. René Holman. Ja. Doorgestoken bingo kaart of wat is dit hier? Ja, nou, ik wist wel van wie ik ze Nou, ik zou zeggen, stuur maar even een foto. Ja, komt goed. Goed zo, ja prima. Wat zien we even nou? Hey. Er komen al verzoekjes, Dennis. We moeten hier een... Ja, een kort bierke aan, want hij krijgt een droge keel, hè? Ja. Ja, alles was toch zei, dat komt er al overheen, hè? Dat ken al niet meer. Dus, goed, dus René Holman, die belt even. Oh, die hing het ik voor het opje. Technische storing, hè? You are watching the TV channel. En dit is voor de volle kaart. En de volle kaart, de prijs die daarvoor stiet, is de boodschappenkrat van Albert Heijn Gorredijk. En we krijgen nu de foto binnen en die gaan we even door de notaris hier laten controleren. Dus iedereen die vanavond een prijs wint, we gaan zometeen eerst even een pauze houden. Maar iedereen die vanavond een prijs wint, die kan morgen de prijzen afhalen. Bij de Groene Weide, Nijenbekopenweg 31 bij Sluis 2 in Jubbega. Bij Saskia Brouwer en Allard van der Meer. En René Holman was juist de eerste die belde. Dus die bingo wordt op dit moment even gecontroleerd. Gaat op de volle kaart. En als die juist is, dan gaan we zometeen als eerst even een korte pauze houden. Een paar minuutjes, vijf minuutjes ongeveer. Een kwartiertje, zegt ze. Oh, ik denk we den er in één keer terug. Maar ik een nachtwerk weer, hè. Een klein kwartiertje, dames en heren, even een pauze. Even voor natje en droogje. En dan even natuurlijk een hapje op de tafel. En dan kunnen we ook even rustig de berichten, want ik ben wel even benieuwd, jongens, als het allemaal goed doordraait. Ben ik wel even benieuwd naar een paar berichtjes van jullie, dat hoort even ervoor staat. En dan gaan we straks verder met de derde kaart. De notaris die heeft zweetdruppels hier op voorhoofd staan, want... Het gaat natuurlijk om een stuk of wat cijfers, hè? We moeten even... Oké. Okay.
Nou, we moeten nog even een extra check doen, want volgens mij ontbreekt er hier wat. We gaan nog even een korte... Nee, het is helemaal goed hoor. Fantastisch. Ik heb hem niet meer aan de telefoon inmiddels, René Holman. Maar René, die wendt even een boodschappenpakket. Een boodschappenkrat van Albert Heijn Gorredijk. Wat is daarmee? I'm
beste mensen, we krijgen al verzoekjes voor mooie muziek. Maar ik moet je hem helaas teleurstellen. Want dat wij bijvoorbeeld sneller draaien dan Light YouTuber uit. Hè, dat als hij muziek herkent, dan beschikken wij niet over die rechten. Dus dan ligt de hele YouTuber uit. Dus vandaar even die instrumentale muziek. Dat zouden we aan de dus in dit kwartier kan maar even Q Music op ofzo.
Ja mensen, dit is even een kleine test. Graag even een reactie als alles nog werkt, jongens. Dus zijn we nog in de lucht, graag even een reactie. Want iedereen moet natuurlijk wel gelijke kansen hebben. We hebben hier en daar eens even een berichtje dat er een klein storingje is. Dus graag even een reactie. Give me your pills.
Goed, daar gaan we weer, beste mensen. Volgens mij is de verbinding bij iedereen weer in stand. En dan kunnen we weer verder met, ja, inmiddels al de kaart nummer 3 zometeen. Voordat we daarmee verder gaan, moeten we wel even vermelden dat het fantastisch is dat alle prijzen die vanavond weggegeven worden belangeloos zijn beschikbaar gesteld door alle bedrijven en sponsoren waarvoor ons hartelijke dank. Krijgt u ook even een applausje vanuit deze studio. Fantastisch! Ja, degene die nu als eerste belt, wint even een fantastisch mooie prijs. Gaat ie! We gaan meteen los knallen. De eerste die nu belt, heeft meteen prijs. Wie is de scherpste? Nou, ben ik benijd. Ja, goedenavond. Oh, hoi. Ja, met wie spreek ik? Mijn Linda Oosterbos. Linda Oosterbos, van harte gefeliciteerd. De beste eerste beller heeft een bon won van de co-op te waarde van 24 euro. Nou, geweldig, wat leuk. Ja, hoe is de nummers voor auto streven? Nee, dat is makkelijk zijn, hè? Nou, nog één keer de naam graag. Linda Oosterbos. Ah, ik hoor de notaris, die is scherp, die hier maar langs staat. Best genoeg, dankjewel. Ja, doei. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Nou, dan gaan we zo weer verder met de kaart. En de ronde 1 van de kleur geel kaart is kolom B. En dat is verticaal van boven naar beneden. Dus we gaan verder. Dennis zit inmiddels ook wel klaar. Had ik al wat spraakwet te krijgen. Dennis, best er bij, kerel? Ja. Oké. Okay. Goed, nogmaals, dames en heren. We spelen voor de kaartkleur geel. Ronde 1 en kolom B is bingo. Van boven naar beneden, dus verticaal. Ik zou zeggen, succes en here we go. Ja, kennen we weer? Ja, here we go, hè. Oké. Okay. Ja, jongen. Als eerste die eigen nummer even draaien, hè. Nee, dat is dit net. Nummer 11. Nummer 33. Nummer 70. Waantrittig. Zesentrittig. Nummer 16. Eenenzestig. 44. Nummer 49. Zo'n 50. Vjouweren 30. 59. 52. 66. 30. 58. 23. Nummer 15. Nummer 63. Nummer
38. Nummerke 30. Zesenveertig. Nummer 13. Nummer 19. Veertien. Nummer 51. Nummer 28. Vierentwintig. Nummer 8. Nummer 19. Vierentwintig. Zesentwintig. Nummer 42. Tweeënzestig. Nummer 7. Drieënzestig. Nummer 20. Zesenvijftig. Geef het erop voor een volle kaartje roen af. Nou, sje, de B, dat is volgens mij getaltjes beneden de 20, hè? En die stond er al net zo volle tusken. Nee, deze ik net. Nummer 60. Nou. De lijst is even wat leger, jong. Komt eraan. Ben je weer mooi aan? Komt eraan. Of welke is eruit? Nummer 4. Nummer 6. Vierenveertig. Nummer 40. Is er een? Ja, er is een. Oké. Ja, zeg eens even goedenavond. Goedenavond, maar wie het Alsma? Wij een bingo. Nou, dat wil ik wel even zien. Zal ik hem even terug hebben? Ja, heb er even taas, zet we even weer een mooi deuntje in, hè? Wat zit er nou? De bingo is gecontroleerd door de notaris. Jo, ben er nog steeds, hè? Ik ben er nog steeds, ja, zeker. Stimmt, hij is 100% voldoende. Nou, hartstikke goed, super. En dan moest ik even weten wat de prijs is natuurlijk, hè? Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, de prijs van deze ronde, kolom B natuurlijk, verticaal, is een cadeaubon te waarde van €24 van Home 43. Nou, hartstikke goed, helemaal mooi. Ik hoop dat je er weer blij mee bent. Ik ben hartstikke blij, mij. Goed zo en succes verder, hè? Jo, dankjewel, hoi. Goed zo. En dan gaan we verder met ronde 2. Maar
We hebben alweer een mooie prijs voor die aan. Dus als u nu belt, heeft u weer prijs. Dus bel je gauw 06-52-58-6565. Heeft u meteen prijs? Goedenavond. Oh, moet wel opnemen, hè? Ja, goedenavond. Ja, goedenavond, Wendy Jonker. Ja, goeie. Ja, hoi. Nou, Jo, ben de eerste beller en Jo, krijg ik een toegangskaart voor de lezing van Johan Derksen in de Zwaantjes te lang weer in het voorjaar 2021. Hey, Jo, dat wat jet? Jo, Jo. Hey, hoi. Maar wie praat ik? Maar Wendy Jonker. Wendy Jonker. Ja, Jo, maar ik op een computer vanzelf, ja, op een televisie. Ja, er zit behoorlijke vertraging in. Ja, nee, dat klopt. Er zit een paar seconden vertraging in. Maar als Jo mij even zachter zet, kan Jo mij beter jaren, denk ik. Oh, dat is. Ja. Nou, Jo win de eerste beller en Jo winnen een toegangskaart voor een lezing van Johan Derksen in de Zwaantjes te lang weer in het varier van 2021. Daar word Jo zeker nog over informeerd. Hartstikke mooi. Maar Jo heeft er een kaart voor, alstublieft. Dankjewel. En succes verder, hè. Ja, dankjewel. Kom goed. Jo, hoi hoi. Jo, hoi hoi. En goed, mensen, wees niet teleurgesteld, want het komt straks zeker nog een keer voorbij dat we spontaan eens even oproepen om te bellen. Dus kansen zijn er voldoende. We gaan verder met ronde 2 van deze kaartkleur geel. En ronde 2 betekent bij kolom O dat u de bingo heeft. Dus kolom O, hetzelfde regel als kolom B. Dat is verticaal. Dus kolom O, van boven naar beneden, is een bingo. Ja, kennen we weer? De Lijl in je kleer. Nummer 69. Nummer 12. Ja, we hebben een beller. Heb je het? Ja, goedenavond. Bingo commissie. Ja, goedenavond. Mijn stoel vinden. Ja, goeie. Goeie. Nou, en bingo. Dan wil ik graag even de voornamen weten van deze notulen. Minke Stoelwinder. Een bingo. Jo kan de kaart even appen naar huis. Dat zullen we even doen. En dan nemen wij hem even in controle. Even, nog even rug tappen. Even rug tappen inderdaad. en even hing je bloe, hè? Ja, doen we. En goed, mensen. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk even te vertellen. En als het niet duidelijk genoeg is, staat het ook even bij de gedraaide nummers in de kolom. U kunt het aan de linkerkant zien van onze livestream. En daar staat ook bij kaartgeel, kolom, O, verticaal. Dus dan weet u even om welke bingo het gaat.
Dus mocht ik zelf een beetje onduidelijk zijn, dan staat het ter controle nog even goed in de kolom op de livestream. Ja, dan winnen we weer. Deze bingo is ik juist. Nou, hartstikke mooi. Van harte gefeliciteerd. En de prijs die je hem winnen, dat is even Shen. Dat zijn 12 bierpakketten van Heineken. Oké, okay, hartstikke fijn. Ja, dat zoek ik zeker. Dat is wel even lekker, nou. Ja. Even groene knuppels, hè. Kom goed. Oké, okay, gefeliciteerd. Hoi, hoi. Hoi. Goed, beste mensen, dan gaan we weer verder met de bingo. Dat is nog steeds de kaartkleur geel en we spelen nu voor de volle kaart. Dus heeft u een volle kaart, kunt u deze kant op aanbellen. En we spelen voor een boodschappenkrat van Albert Heijn Gorredijk. Dennis, gaat die weer. Ga met die banaan. Jongen. 24. Nummer 50. Zo'n 60. Nummer 10. Mijn eigen nummer, nummer 4. Drieënveertig. Nummer 12. Vierenzestig. Drieënvijftig. Vierenvijftig. Negenentwintig. Zesentwintig. 24. 18. 39. 68. Ja. Wat goed is. Oeh, dat ken ik wel eens vals wijzen. Goedenavond. Ja, ik ben Martijn. Ja, nou ben ik wel heel nieuwsgierig. Ik hoorde nummer 18. Oh, ja, nou even jongen. Zingen. Ja, 18 is geen bingo, hè. Ja, maar je kent het, jongen. Nou, goeie, hoi. Hoi. Ik ben zo niet, jongen. Ja, goeiedag. Bingo. Ja, wie had bingo? Ja, wij. Ja, nou, daar hebben we wat aan, jong. Wat zijn we nou aan? Roelof Brinsma, Roelof Brinsma. No. Stuur maar even. Ja, net op hing je bliksem. Nou, wie die man, hè? Oh ja, dat hij was zijn, hè? Ja. Nou, de foto komt eraan, hè? Dat moeten we even controleren, hè? Sommige kaarten hebben dezelfde nummers, maar ze worden net in de juiste volgorde draaid, hè? Dus dat scheelt weer. Goed, en ik kijk even naar de reglementen hier. We zien even naar de jury, want zojuist is bellen toch Martijn Achtjen. Het is eigenlijk een valse bingo. Mogen we nou samen eruit zetten? Of maakt er 20 rondjes om het hoofdveld heen rennen? Maar wat zien we op Roelof Brunsma? En dat wat zien we nog een minuutje.
En dan gaan we verder, want zo lang kennen we het watje. Ja, goeie. Die had even een ijsje, maar die valse bingo heet. Oh, nou ben we wel lekker bezig, net. Misschien bij de wagen in weg, heen. Maar ja, niet Veske, jongen, nou? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Doe maar één Veske, ja. Van welk Veske was jij dan? Nou, Pushy Mouw? Ja, doe maar even. Pushy Mouw. Jong maar even, Pushy Mouw. Ik ben je Aastenberg. Oké. Hoi. Goed, we krijgen een bericht van Jacco de Jong. Dennis kan wel even 20 rondjes om het hoofdveld. Nou, dat vind ik nou ook een heel goed idee. Dennis? Ja, dat mag je. Nou, dan gaan we verder met de bingo, jongens. Even weer serieuze zaken. We spelen nog steeds voor... Nou, mooi dit, hè? Ja, dat had ik wel wat, hè? Maar we gaan weer kleurgeel. En nog steeds voor de volle kaart. Daar gaat hij weer, Dennis. Draai maar weer aan het rad, jong. Nummer draaien. Vierwezandig. Vjouwere zestig. Ja, we hebben beller. Goedenavond. Ja, het is mij Tjitske Jonker. Tjitske Jonker, goedenavond. Goedenavond. Jo, heb bingo, denk ik, jo. Ja, ja. Nou, dan wil ik jou vragen om jouw kaart even naar je stad te sturen via de WhatsApp, via een fotootje. En dan kunnen we het hier even controleren. Ik zal het proberen. Best genoeg. Dan wacht je even rustig op. Nou, we hebben een mooi plaatsje even voor ja, die Hemperi hier alleen maar de playback show die in. Ja, we hebben net won, maar... Toe maar. Nou, het is nou even het moment van verkeerde bingo, stukje. Ik krijg een appje verkeerde bingo. Sorry, Beppe, is die erbij. Doe dan maar nog een watje. Dan is het een foute bingo. En horen dan. Dus dan ben er bij kansen. Dus ik zou zeggen, bellen als u bingo heeft. Want dan kan je hem nog pakken, hè? Ja, dan weer er al. Goedenavond. Hey, goeie, dit is mij de aanvoerder van Jubbie Gitaar. Ja, dit is mij de aanvoerder van Jubbie Gitaar. Ja, dat weer al. Goedenavond. Goedenavond. Ja, goeie. Zeg het maar, Oene. Bingo, hè? Bingo! Nou, dan moest hij een foto's die sturen, hè? Zeg het maar, Oene. Ja, ik heb een foto al terugsturen. Moest maar even zien. Nou, wat zien we even rustig hou. Jo! Je hebt ook goed tune, hè? Je bent net een volle bier aan. Wat zie je natuurlijk ook nog even op het Tjitske. Van een foto. We'll be right back.
Goed, Oene de Haan heeft een goeie bingo. Dus Oene, ben je er nog steeds? Ja, ik ben er nog steeds. Nou, ik mij daar heel blij, meidje. Goh, heel eindelijk een keer echt bingo. Nou, dit is hier voor in de boeken, jongen. Dat is een seizoenskaart voor Feyenoord. Oké. Okay. Ja, nou, ja, zeker. Ik ken iemand uit je. Nee, die rek is nog net kwijt. Nee, even serieus. Doe, nee, doe wist van u, jongen. Hartstikke mooi. Doe krijgt een, ik een toegangskaart voor een lezing van Johan Eriksen in het De Zwaantjeslange weer voorjaar 2021. Oh, gezellig. Kijk even naar Johan Eriksen daar. Ja. Super. Hartstikke mooi, no? Super. Nou, dat best net heel blij, Jerk hier. Ja, nee, ik ben er zeer content mee. Keurig, jongen. Super, jong. Bedankt en succes weer, hè? Ja, bedankt, hè? Ja, goeie. Hoi. We wachten nog even op een telefoontje van Tjitske. Tjitske Jonker. Die zo nog even een foto te sturen. En als die goedgekeurd is, dan geven we verder mij een volgende kaart. Ja, een goeie avond. Ja, goeie avond. Het is met Jeske Jonker. Goeie. Ik heb het nou geprobeerd, maar ik weet net dat het een goeie nummer morgen is. Zal ik even persoonlijk met jou contact opnemen? Ja, dat, want ik rijd het net van de kamer. Ik heb dit nog nooit bij de hand gehad. Wij, onze notaris neemt in persoonlijk contact met jou op en dan gaan wij verder met de volgende ronde. En dan, ja, prima. Laten wij jou straks even weten wat het daarmee... Ja, ik... Nee, komt helemaal mijn goed. Excuus. Nee, geen probleem. Ik ga jongen ook wel een paar fouten maken en die zoek misschien jongen nog wel meer. Maar dat is menselijk, ja. Hè? Nee, nou, bedankt. Oké, okay, goed zo. Doei. Nou, inmiddels, met ons gesprekje is de foto ik al binnenkwam. Dus hij wil het even controleren. En dan krijgen we natuurlijk even te jaren of het goed is of fout. En alle prijzen die jullie vanavond winnen zijn morgen tussen 10 en 12 af te halen bij... Nijenbekopenweg 31. Bij Saskia Brouwer en Allard van der Meer. Bij Sluis 2. We krijgen even een telefoontje tussen. Dat is wel even grappig. Dat is een bekende Nederlander. Zal even jaren wat iemand te vertellen. Had hij hier aan het begin van de jaren hier die problemen. Want het bier wie op. Nou, zo even jaren. Ja, goeiedag. Ja, goeiedag. Zeg het eens, jongen. Nou, ik denk ik bel je maar in voor die extra prijs van de volgende. Dat is makkelijker. Oh, nou, dan ben je bij deze disqualificeerd, jongen. Ah, dat is wel een keer. Ja, dat is een heel groot keer. Wat zit er in de kent laat. Ja, die verbinding hier net optimaal, jongen. Ik zet 9 in het bodemgebied. Ja, dan ben ik ons die hele hoerenvertraging. Die bel ik eerder als die. Dus dan is het al wat fout. Nou, dan gaan we trof voor de volle kaart. Nou, we moeten straks weer naar Rondsie starten, hè? Dat betacht ik maar. Oké, okay, jongen. Succes verder, hè? Yo, groeten daar. Hoi. Dag, hoor. De bingo van Tjitske Jonker, die was goed bevonden hier door onze notaris. Dat was een volle kaart. Dus de baltjes die gaan weer even in de molen. En dan gaan we verder met ronde vier. En dat is de kleur blauw, dus pak uw kaartjes er maar vast bij. Kleur blauw. We spelen de kleur blauw, dames en heren, ronde 4 kleur blauw, ronde 1 de kolom van de I.
Kolom I, dames en heren, ook van boven naar beneden, verticaal. Staat ook in de nummertjes links in de kolom. U ziet Dennis de Haan nog mooi zitten. Ook een speciaal dank aan uw site, Flip van der Meer. Die zit er ook even bij. Die draait de nummers ook even. We zijn ook wel even benieuwd naar hoe iedereen erbij zit. Dus een fotootje sturen kan natuurlijk ook even naar dit telefoonnummer. Dat mag. En dan kunnen we dat TCT even delen op Facebook. Dat is was zo mooi nou. En nogmaals, dames en heren, alle prijzen die dus vanavond vallen, die eruit gaan, zijn belangeloos beschikbaar gesteld door bedrijven. En daarvoor natuurlijk hartelijk dank. En tot nu toe is het denk ik wel een mooi succes, jongens. Gaat zo mooi als wat. Mooie foto's en video's binnen. Dennis, zijn haar zit weer keurig. Dennis, zijn haar zit weer keurig. Dat zei het Tim en Koopmans. Was het even een dankje voor zeggen, hè? Dank je wel, Tim. Tim is ook al kapper, ja. Ja, zeker. Ook een in de regen en dan kennen we het. Mooie foto's, hè. Ah, super. Goed, het is stadig aan... het is al jou wat zien, West. We gaan verder met ronde 4. Proberen we een beetje Nederlands, want er zijn vast ook wel mensen die dat heel fijn vinden. We gaan kleurblauw. En ronde 1 is de kolom I. Dus dat is verticaal van boven naar beneden. Dennis, beste weer kleur voor jongen. Binnen de jerms weer strekt. Ja. Kerst weer draaien. Ja, dat hartstikke mooi. Gaat ie weer. Twaandwendig. 4. Jogen 40. 51. 40. 50. 74. 29. 28. 3. 36. 54. 62. 21. 13. 39. 50. 6. 60. 32.
Een goed jaar. Nummer 1. Treinenzegtig. Nummer 16. Drieëntwintig. Achtentwintig. Nummer 14. Eenendertig. Zesentwintig. Ik hou die 1 minuut de concentratie, hè? Want er is nog geen bingo volgens mij. Maar de WL meesten die weer heel scherp, want die zijn in baltje 1 en zit hij er überhaupt wel bij. Maar die is er krek voorbij kwam. Ja, dus dat is voor mij de eerste keer dat, dat baltje 1 van de Janne draait is. Nee, volgens mij al. Oh, nou, dat is toch nog scherper. Ja. We hebben een bingo volgens mij. Nou, dan doen we hem weer ook. Zo even weer. Goedenavond. Goedenavond, Daryl. Daryl. Daryl, jongen. Had Daryl ook een kaartje? Jazeker, jongen. Ja. Ik heb er zelfs 2. Zo! Ja. En Daryl wil even, die moet even laten zien aan ons dat hij wel bingo had natuurlijk. Ja. Hij komt eraan. Goed zo, jongen. Wachten we even af, zetten we even wat zachter en dan blijven we even online, ja? Wat denkst u, Dennis? Wat zei het? Had er een goede bingo tankste? Ik mag het hopen voor die jongen. Nou, de foto is inmiddels binnen, notaris. Wat wint er met deze bingo? Ja, dat is heel een scherpe vraag, hè. Dus je dat wordt nou wel eens even links liggen. Dat is, dan bloedt het wat spannender, hè. Ja. Als Daryl een goede bingo heeft voor deze ronde, dan wint hij een cadeaubon van Imco van den Berg. De waarde van 30 euro. Dat zou wel leuk zijn op een vrede jong naar een voetbaltraining. Oeh. En hij is goed. Daryl, ben je er nog steeds? Ja, hè? Jazeker. Je wint een... Ja, Dennis die fred hem vanzelf direct al op. Maar je wint een cadeaubon van Imco van den Berg te waarde van 30 euro. Dankjewel. Even op een vrijdagavond, Daryl. Even op een vrijdagavond, zei hij. Wat, hè? Op een? Op een vrijdagavond moet je even dat vleespakketje meenemen, zegt Dennis. Oh, dat zal ik wel doen. Nou, best. Maar dan geef ik eerst Flip wat, want hij geeft Flip helemaal niks. Hij heeft alles zelf op. Oh ja, dat is de Sienne, hè? Ja. Ja. Ik zie alles. Flip die... Ja, privébankje. Hey Daryl, van harte gefeliciteerd, kerel. Yo, succes, hè. Yo. We gaan door naar de tweede ronde van deze kleur blauw, dames en heren. En ronde 2 geeft een bingo als u kolom G ook in de verticale vorm heeft. Goed, dames en heren, we gaan verder met de ronde 2, kolom G, verticaal. En degene die deze bingo binnenhengelt, wint een boodschappenkrat van de Albert Heijn Gorredijk. Een goed gevuld boodschappenkrat. Dennis, slinger maar weer naar het rad, jongens. En Flip. Ja, de Lyle in je kleer. 56.
Nummer 8. Nou wel. Ja, goedenavond. Bingo. Bingo. En wie het er bingo? Nathalie Hulzinga-Holtrop. Zo, dat is een hele mond vol. Ja, nou. Nou, stuur de foto maar even, vrouw, dan zo wordt even controleren. Jo, doe ik. Best genoeg. Ik krijg af en toe vragen, dames en heren, van moeten dan de beide kolommen vol zijn? We hebben zojuist dus kolom I gespeeld. En daar achtervolgens krijgen we kolom G. Nee, het is echt gewoon puur wat er staat, wat ik opnoem. Dat is dan gewoon kolom G. En de I die valt dan buiten de boot, want die is inmiddels al gebingo'd, zeg maar. Om het even mooi op te noemen. De foto is inmiddels binnen, we gaan eens even kijken hier. Dus dit gaat echt om kolom G. En dan komen we straks, ja, het is nog een beetje te vroeg. We hebben straks de volle kaart uiteraard. Deze bingo, Nathalie, goeie. This is goeie. This is goed, yeah. Van harte gefeliciteerd. Hey, dankjewel. Stuur je meteen op naar op je RTC? No, dat gaat wat te vier, dacht ik. Nee, kom goed. Dan komen de verzendkosten heen, hè? Nee, maar tussen 10 en 12 came dat morgen op, hè? Ja, is goed. En je weet er weer, hè, inmiddels? Ja, komt goed. Oké, super. Hey, hoi. Gefeliciteerd. Goed, gaan we verder, dames en heren. We gaan ronde 3 van deze kaart, nummer 4, de blauwe kaart, gaan we spelen. En het gaat om de volle kaart. En de winnaar of winnares, die krijgt een mooie tuinposter van Home 43. Dennis, slinger maar weer naar dat. En Flip, lees de bal, zie maar weer in de klompjes. Ja, doet net, deze lijkt leer. Nummer 2. Nummer 30. Wat? 30, de leeftijd van Flip. Nummer 21. Ja, dat denk ik. 21. 68. 12. 7. Vierenzestig. Zevenenveertig. Nummer 5. 48. 24. 42. 69. 73. 20. 41. 60. 36. 11. 9.
74. 34. 15. 47. Gebeurt er nou wel wat? 44. 45. 61. Nummer 10. 53. 64. 54. Oh. Ja. Goedenavond. Hallo. Hallo. Ja. Melin. Met wie praat ik? Dit is mijn Linda Haan. Linda Haan, goeiedag. Hey, je hebt bingo. Yes. Ja. Hij zwaait even. Ja, hij zwaait op dit moment, maar dat komt ongeveer 5, 6, 7 seconden later. Maar we zullen het even controleren. Je stuurde de foto even naar je stad in. Dat kan zelf net, denk ik, hè? Helemaal goed. Ik ga het proberen. Akkoord, rustig aan. Wat is deze prijs? We controleren even. Deze prijs moest even weten, hè? Je bent net voor een Tesla of zo, zeg maar, hè? Helaas. Dit is een hele mooie tuinposter van 143. En ook best, ik zeg, door best de overkapping aan het vernijen. Ja. Dus dan heb ik een mooi plakje voor die mooie tuinposter. Die zal level in komen, ja. Dat dacht ik. Nou, wat je even rustig hou. Want het kan natuurlijk ook voorkomen dat de bingo onjuist is. Ja. En dan hebben we een vierde spulje.
Goed, we hebben gecontroleerd, dames en heren. En het is helaas niet een juiste bingo. Er ontbreekt één nummertje. Maar we kregen ook een tweede telefoontje. En dat was Bas. En dan moet Bas even terugbellen. Dus Bas even terugbellen. We winnen weer in Bas, goeiedag. Ja, hoi. Nou, door hier is bingo tasten. Ja, ik zal een foto sturen. Het volk hard. Ja. Nou, en ik kreeg ik Peter aan de telefoon. Peter Koopstra. Die kerst ook wel. Maar Mastiere, die zei, we moeten met Kelly en maar we eens even samenwerken. Zei, dan pakken we hem even weer om. Dus als je bingo hast, dan best aan de beurt met Kelly gebeuren. Nou, stuur maar even de foto, jongen. Bloe even hing je aan de telefoon, dan controleren we hem even. Als het goed is, ga je het nou versturen. Ja, controleren we. Ga je er? Ja, we gaan hem even aankijken. Ja, Bas, ben je er nog steeds, jongen? Ja, zeker. Nou, ik moet die ik moet die feliciteren. Ja, bingo! Mooi, ja, dankjewel! Bingo! Hey, doe winst een fantastische mooie tuneposter van Home 43. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft, jongen. Yo. Succes verder, hè? Ja, bedankt. Hoi.
Goed mensen, voordat we naar de pauze gaan, u kunt nu bellen voor een van deze geweldige prijzen die wij hier weer hebben liggen. Dus als u belt, valt u meteen in de prijzen. Ja, goeiedag. Ja, goeiemiddag. Ide, goeiedag, doe best de eerste beller. Ja, nou, hartstikke mooi. Doe winst van u zijn. Ja, een toegangskaart van Johan Derksen. Nou, hartstikke mooi. Die houdt een lezing in de Zwaantjes, te lang weer in het voorjaar 2021. Nou, hartstikke mooi, ik heb een mooi beetje twaalf hier. Maar wie is dan, hè? Ja, maar Wendy. Oh, natuurlijk. Nou, geweldig. Nou, van harte gefeliciteerd en we noteren het even. Ja, dankjewel. Goed. Jo, goeie. Jo, boy. Hoi. Goed, beste mensen. We gaan even naar een pauze schakelen. En als we zometeen met de laatste ronde, dat is de superronde. Dat is de groene kaart, ronde 5. Als we daar straks mee gaan beginnen, adviseer ik iedereen om de YouTube-link even opnieuw op te starten. Want het kan hier en daar door internetverbinding bij jullie thuis wel eens zo zijn dat de ene ietsje meer, het zal niet veel zijn, maar het kan voorkomen. Laten we vooropstellen dat het kan. Ik denk dat het meevalt, maar het kan voorkomen dat er iets meer vertraging bij de ander is. Dus vandaar even een goed idee om allemaal even opnieuw op te starten. Even opnieuw YouTube-link openen. En dan kunnen we zometeen allemaal weer gelijk beginnen. We hebben even een pauze van ongeveer 15 minuten. Dan komen we straks bij u terug. We'll be right back.
TV channel. Ja goed, we zijn weer terug, dames en heren, hier bij deze fantastische bingo. En we gaan zo meteen los met de superronde. Het dient nog een keer gezegd worden, dames en heren, want dat is natuurlijk fantastisch. De prijzen die er vanavond uitgevlogen zijn en die er nog uit vliegen, die worden even mede mogelijk gemaakt. Belangeloos beschikbaar gesteld door de bedrijven, waarvoor hartelijk dank natuurlijk. En we mogen ook nog wat prijsjes weggeven, aangeboden door Wassenaar, de heer Wassenaar, dames en heren. En ik zou zeggen, probeer het maar eens een keer. Degene die nu dus weer gaat bellen. Ik kan het ook meteen wel zeggen, die wint 2 kaarten. Voor de lezing van Johan Derksen in de Zwaantjes. Lang weer, te lang weer natuurlijk. Van het voorjaar 2021. Dus u belt. En u kunt meteen 2 kaartjes in ontvangst nemen. Ja, we hebben een beller. Goedenavond. Hallo. Met wie spreek ik? Hester Brander. Hester Brander, van harte gefeliciteerd. Vacaties. Dankjewel. Voor Johan Derksen de lezing in de Zwaantjes te lang weer voorjaar 2021. Fantastisch. Alsjeblieft, hè. Hoi. Doei. Hester Brander. Ja, goedenavond. Hallo? Maar wie praat ik? Hallo? Oh. Nou, het is prijzenslag, jongens. Vlak voor de superronde. We gooien er nog wat uit hier. Ja, dan gewoon even wat fout natuurlijk. Ja, goedenavond, met wie? Goeiedag. Ja, goeie, met de muziek daar wat zachter. Ja, goeie. Goeiedag. Met wie praat ik? Met Benjan. Benjan, goeiedag jongen, fantastisch. Hey. Maar Sterre, doe winst ik 2 toegangskaarten voor de lezing van Johan Derksen in de Zwaantjes. Hey Jeroen, vriend. Voorjaar nou, dat is hartstikke mooi, jongen. Alsjeblieft, schroef de naam even op. Benjan Visser. Hey, dankjewel. Alsjeblieft. Hey, hoi. Hoi. Hey. En zo vlak voor de geweldige superronde geven we nog een mooie prijs weer. Met wie spreek ik? Ja, maar Marije Rosenberg. Marije Rosenberg. Nou. Ik zal even vertellen wat er nou op het planning staat. Doe winst een koopbon te waarde van 25 euro. Nou, helemaal fantastisch, dankjewel. Ja, zoals net in zijn nummer vrouw hoeven te strepen natuurlijk, maar hij is in de pocket. Ideaal, zeg. Alsjeblieft, hè. Hey, dankjewel. Joe. Hoi. Goeie. En dan geven we nog één prijs weg, dames en heren.
En we zullen even contact opnemen met de bellen van Zak Krek. Want er werd even een storietje wie daar, maar zullen we maar wel even goede dingen maken zelfs. Dus die kaarten die komen bij hem terug. Goed, de laatste prijs die we via de telefoon weggeven. Goedenavond. Maar wie praat ik? Oh, bliksem. Nou, dit is de volgende in de rij. Dat is... Goedenavond, met wie? Oh, met Nathalie Holtrop. Ja, sorry, ik heb even een foutje. Nathalie Holtrop, goeiedag. Wij hebben nog een prijs gekregen van de familie Wink. En dat is een... Eén keer kan je even zien, een gebroekmeidje van de paardencoaching. Dat is een extra prijs van Femi Wink. Nou, hartstikke mooi. Dus dat kerst zelf natuurlijk dwaan. Of het kerst het vindt Jan vanzelf. Maar dat is een trof Femi Wink aanbieden. En Luc Wink uiteraard. En van harte gefeliciteerd. Hé, hey, dankjewel. Zal Ilja blijven maar wezen. Nou, dat is hartstikke leuk. Hé, hey, hoi. Hé, hey, succes verder. Goed, mensen, dat we een... nou, wacht even. Even zien. Ja, hier is nog iemand die belt, volgens mij. Ja, goeie, maybe. Ja, het is me Doetie Roosberg, hoi. Doetie Roosberg, goeiedag. Nou, ik zal even zien. Wij hebben nog wat eerpensteen, volgens mij. Ja. En dat wil even aanbieden door JVDM Entertainment. En dat is even een... een feestavond. Een feestavond. Dus had je hem zeggen, we hebben een kwart feestje, dan komt JVDM Entertainment bij hem te spelen. Die wordt even zo spontaan aanbieden, toch? JVDM. Hartstikke bedankt. Nou, dus je kan daar gewoon zien hier, kan je hem daar nou, aanspraak op meidje. Ja, dank u wel. Zit er binnen kwart al wat in het verschiet, want ik heb hem voor het inplannen, dacht ik. Ja. Nou, wat let het je bij? Binnen kwart. Oké, okay, nou, dan nemen we contact met elkaar op. Mooi, bedankt. Goed zo, graag gedaan. Hoi. Goeie. Nou, over superrondes gesproken, mensen. We gaan zo weer verder met de bingo. MC en Dennis zitten we klaar voor, denk ik. Want het werd ik al wat let aan deze kant. Dus we gaan maar terug met de bingo, jongens. Dit was de superronde qua telefoon. En ik zou zeggen, jongens, we gaan verder met het draaiende gebeuren. En dan hebben we hier liggen, dames en heren, de ronde 1. U kunt het alvast zien. Dat gaat om de superronde. Degene die de bovenste rij vol heeft, die wint een boodschappenkrat van Albert Heijn Gorreijk. En langzaamaan, dames en heren, voeren we de druk hier een beetje op. We krijgen weer een telefoontje, maar die zetten we helaas uit. Ik zou zeggen, Dennis, jongen, en Flip, ben je hem er weer klaar voor? Ja. Dan zijn we de muziek wat zachter. En dan gaan we de balletjes laten draaien. Dit is de superronde. Bovenste rij is bingo. Succes! Nummer 22. Nummer 34. Nummer 14. Nummer 6. Nummer 66. Nummer 60. Nummer 46. Nummer 21. Acht. Nummer 50. Sontje. Zeven. 43.
31. Wie is het zeker? Ja. Ja, echt zeker? Eén weer wat minder dan hè? Nee, valt daar. 59. 48. 16. 1 weer. 38. 28. 69. 53. 51. 12. 64. 29. 68. 20. 61. 74. 44. 40. Oh, ja. Voor mij hebben we Mingo. Goedenavond. Goedenavond. Met wie praat ik? Joke de Vries. Bliksem Joke de Vries. Ik zou zeggen, de wist hoe het werkt. Yes. De wist hoe het werkt, dus stuur maar even een Photoshop. En dan kunnen we even zien dat het de Bingo is. Ja, ga ik doen. Nou, zetten we die even stil en dan wel hing die bloemen, hé? Joke de Vries die weer krek op tiert, want direct daarna kwam ik alweer een twadde beller. En giet ik een beetje om snelheid verzeld. Maar wat je even de foto al, ja dat is die. Hij werd even gecontroleerd door de notaris hier. En dat is vanavond Klaske Holman. En die heeft ook helaas vanavond toch een paar keer moeten concluderen dat niet elke bingo die gemeld werd ook juist was. Joke, deze bingo die is 100% akkoord. Joke? Ja. Hij is akkoord. Yay. Dat weer een fantastisch mooie boodschappenkrat van Albert Heijn Gorrendijk. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Goed zo. Hoi. Hoi, hoi. Goed, we gaan naar de onderste rij. Ja, Dennis, jongen, doe denkst dat je alles grappig vertelt, maar de meeste weten, die kennen die inmiddels, die weten dat er niks van mij is, hè. Goed, we gaan verder, dames en heren. Ronde 2, dat is de onderste rij. En de onderste rij gaat om de kledingpakket, inclusief sporttas. En die wordt aangeboden door Spots King. Dus ronde 2, dames en heren, van de Super Ronde Groen is de onderste rij. Daar gaat ie. Een tas van Aron? Ja. Nou, die had ik al een pikken bingo aan misschien. Maar 62. Die belt nog net zelf. Misschien wint hij zijn eigen tas. Oh, 62, die zetten we er nog één bij. Want er is een waarschijnlijke bingo. Ja, dan gaan we zeggen. Goedenavond tegen wie? Ja. Hallo, onderstrijd hek bingo. Ja, en wie ben jij? Hielke van Houden. Hielke van Bliksem. Ja, ja, ho, je hem juich al, maar we moeten nog controleren, hè. Je moet even de foto naar je staan sturen, hè, en dan kunnen we even zien dat het goed is, hè. Ik zal even naar je.
Ja, je stuurde de foto even terug. Dan wat ziet even nou Hielke van Houten, dames en heren. Die meldt een onderste rij bingo. En we zullen even zien dat het compleet is. Hij hing het al op, Jerry, maar hij belt samen weer om, hè. En misschien is het wel vals, hè. Dus wat je Hielke van Houten nemen nou, je hebt een minuut het hier, hè? En als die nou toch vergist hast, dan graag even Jelle later verzels. Deze foto die is net goed, jongens. Ja, misschien wel goed, maar hij moet even van heugen houden, hè? Ja, hier kennen we nog niks mee, hè? Ja, er komen een paar foto's. Ja, we kunnen controleren, hè? Goed, inmiddels gaat de notaris hier even bekijken. Dit is een goede bingo. En ze hing je net met aan de telefoon. Maar in ieder geval Hielke van Houten, geloof ik. En ze zitten daarbij ook wel volgens mij. Hè, want we krijgen de foto's van hier onderstaan. Die hoort maar. Even zien, wie hebben we hier? Even testen. Hallo? Maar wie? Ja, kan we net jaren, hè. Dus even zien, Hielke van Houten. Ja, wie hebben we hier, hè? Bingo! Ja, maar wie? Oh, Roelof, wat denk ik. Vierstelet, hè? Nou, dit zijn weer. Is dit Hielke dan? Ja, Hielke. Hey, Hielke, dan wist een fantastische mooie kledingpakket, inclusief sporttas van Sportsking. En dan moest even de maten even terug appen. Jazeker. Dus de maten even terug appen van het kledingpakket, inclusief sporttas van Sportsking. Ja? Ja of nee? Doe. Oké, hey, van harte gefeliciteerd, hè? Jo, bedankt. Hoi. We hebben al Jel voor de heren. Wat is er dan? We hebben al Jel van de Jeeuw 11 voor je. Nou, kom maar op. Kom maar op. Ja, die is wel leuk, hè? Is de Ben kriegen? Ja, nou ja. Min of dat meer. Dat doen we hier keer. Ja, oké. Okay. Even dichterbij, hè? Hier een tocht rijden, ja, ik heb hem jet, ja. Oké. Hoi, even de maat draaien, goed zo, hoi. Goed, Jos. Goed, dan is het laatste moment hier aangebroken, dames en heren. We gaan spelen, jawel, voor het weekendje. Gratis gebruik van een chalet in Texel voor twee personen. En datum is in overleg te regelen met Jan Wassenaar. En dat is natuurlijk voor de volle kaart. Dus nu komt het erop aan, jongens. We zullen even zien of we een beetje You Can Leave Your Head On muziek hebben. Een beetje spannende muziek natuurlijk. En nogmaals mensen, hartelijk dank voor alle sponsoren en bedrijven die de prijzen beschikbaar hebben gesteld. En dat allemaal belangeloos. Dat is in één woord geweldig. Ook alvast een woord van dank aan iedereen die mee heeft gespeeld. Allemaal in grote getalen. Het is fantastisch, jongens. Echt geniaal.
We hopen dat het van onze kant ook allemaal goed verlopen is. Dat iedereen dit allemaal zonder problemen mee heeft mogen maken. Maar we zijn nog niet klaar, hè? Maar in ieder geval allemaal hartelijk dank. Alvast voor het meespelen. En ik denk dat het wel boven verwachting leuk was vanavond. En nu gaan we dus echt voor het echie, dames en heren. Voor het echie doen we de hele avond natuurlijk al, maar de laatste. En dat is in Volkaert. Voordat we van start gaan, jongens, hebben we even nog een mededeling. De kaarten van Johan Derksen en deze superhoofdprijs kunnen morgen nog niet afgehaald worden. Dat wordt TCT zeker met jullie geregeld. Maar alle overige prijzen kunnen morgen tussen 10 en 12 bij de Nijenbekopenweg 31 te Jubbega afgehaald worden. Nou, dat gezegd hebbende, kriegen we dan een telefoontje met het liedje van André van Duin even ten gehore van Bingo. Ben ik zeer blij, mijn verzeld. Maar we gaan nu verder, jongens. Even serieuze business, want dit is de laatste ronde. Dit is voor de Volkaert. Dennis de Haan, jongen, heeft nog stem, hoor. Beetje wel. Beetje wel? Ja. Ik vind zo mooi, hè, die enthousiasme van die. Geweldig. Mooi, hè? Ga nu weer. Batterij leeg, denk ik, hè? Is het leeg? Of nee? Hallo? In je... 56 weer trouwens, hè? 56, ja. Dat is iedereen meekring. Mooi. 21. Nummer 66. Nummer 5. Twaalf twintig. De batterij, ja, het is haast gebeurd, hè? De batterij hoor ik op. Ja. 63. 44. 40. Wil je in de microfoon praten, hè? Is dat wel leeg? Oh, je gaat nou weer aan. Doe eerst het spel. Ja, we hebben een... ja, dat trekt mij natuurlijk. Het is allemaal nummer leeg. 40. Nummer 40. Nou, we gooien er even wat naar je... Nou, wat is McDonald's voer of... Naar je batterijtjes in shirts even. We willen al heel snel regelen. De batterijtjes zijn op, hè? Ja... Voer de spanning weer op, hè. Dennis, dan... Oh, dat kan het reageren. Maar wie is Dennis' zijn favoriete voetballer van Jubbega, wil je vragen? Kan dat antwoordje, Dennis? Oren en de Haas, zijn broer, zei dat. Nou. Oh, jongens. Wat lees je weer op één lijn, hè, met je beiden? Hallo, 1, 2. Dennis, het wordt is er aan jou. Het laatste nummer, jongens, dat we 40 en we gaan vanaf 40 gaan we verder met de volgende getallen. 74. 36. 2. Nummer 13. Vierenvijftig.
Nummer 3. Jochen. Vijftien. Jochen en drieëntwintig. Eenenveertig. Drieëntwintig. Drieëntwintig. Zondag. Zondwintig. Nummer 18. Njoentjen. Ja, de spanning weer opvoert, hè jongens. We komen bijna bij het einde. 33. En wie belt er dan als eerste, jongens? Zeer bijzonder. 58. Het kan net lang meer door hier. Mag ik nog wat rustiger aan, waar, hè? Ja, doe maar een kwartier per nummer, joh. Een kwartier per nummer. Ja, even vertellen. Hoe fit bist je alvast voor het volgende seizoen? Ja, aardig fit. Hoe bliksem? Aardig fit. Telefoon. Ja, goedenavond. Dit is net mee in, wat? Nee, ik ga geen bingo, maar ik wil wel een van het moment gebruik maken om je mee te bedanken. Want ik ga geen bingo, dus iedereen die kan een kaartje mooi op tafel houden. Oh, er ben al een paar die het verscoren volgens mij. Ja, dus dat is weer een uur voordeel, want ik heb bijna bingo, maar goed. Oh, zo. We zijn haast op het einde van de jaar en ik geloof dat je met fantastisch mooi voorrecord had, met zijn draaien. Ja, vieren, hè? Zijs, ja, nee, maar er zit rij in beeld. Dus de achtergrondmensen die waren uiteraard ik bedankt. Super. En uiteraard namens het bestuur en namens Jubbeke Boek wil ik je mee bedanken voor de inzet. Nou, dat ben de meesten die net in beeld zijn en de meesten die wel in beeld zijn. En het is maar zo mooi dat zij hem die in hebben. Keurig. En ik hoop dat degene die haast in de bingo had, dat hij een prachtig mooi weekendje voor je heeft. Nou, ik vind het een fijne woorden. Jurjen van der Week, hartstikke bedankt. Nou, succes de laatste nummertjes. Ja, best jongen. Hoi. Dag hoor, hoi. Ja, goed, dan gaan we verder naar Dennis. Want ook best fit genoeg, hè? Ja, ik ben aardig fit. Ja, best fit jongen? Ja, kom goed. Hoe fit best? Heel fit. Wie is de beste voetballer voor Jubbeke? Wat? Wie is de beste voetballer voor Jubbeke? Ik denk ook naar aan. Ja, toch wel, hè? Toch jongen. Nummer 30. Ja, we hebben het telefoon. Dit is hem, dames en heren. Misschien wel. Goedenavond. Ja, nee, daar was het heel tijd over dat Dennis fit werd, maat. Maar ik moet Dennis de team komen als trouwens. Oh. Maar ik wil alleen met de gelegenheid met Dennis voor graag om het sporten kunnen komende periode. Sorry, dat voelt even fort. Doe zei dus. Wat zei de stel? Ja, ik heb mezelf twee keer praten, dat is net best. Nee, dan moesten we hem zachter zetten, kunnen we hem rustig communiceren. Ja, ik ben er een bewijs, zacht. Ja. Wat zei de stel, Dennis? Ja, ik zei, Dennis, je mag nog fit worden, maar hij kan wel bij mij komen te sporten. Oh, is dat een bingo prijs? Nou, dat is voor Dennis alleen nog maar, omdat hij zo goed zijn werk doet. Nou, dat is een aanbod, Dennis, daar moest je op ingaan, hoor. Ja, vind ik ook. Ik oh, dat is wel een geweldig aanbod van Tim, maar ik zal er even naar denken. Hij denkt er even naar Timmen. Ja, maar dat moet niet denken, maar die moet nog aan. Ik vind eigenlijk, hij krijgt nooit de keuze. Hij kan nou ja of nee zeggen ja, en morgen ja is nee de beurt. Ja of ik nee, zal even niet denken. Ja of nee, Dennis? Nee. Oh. No. Nee, maar ik ben fit. Hij is fit. Goed. Nou. Okay. Hard op. Hey. Hoi, Timon. Nou, dan maak ik daar even gebruik van, Dennis. Dan ga ik wel even naar Timon toe. Dat even goed. Best. Goed, we gaan verder, jongens. Want ja, het wordt steeds spannender verzeld. Het is wel mooi even samen, maar daar gaat hij weer. Want er zijn mensen die zitten met trillende handen te watchen. 49. 49. Oeh. 26. 26.
Het ontploft je raas, denk ik het idee, hè? 32. 32. Elf. Moment suprême. Acht. Oh nee, Sean. Sorry. Oeh. Nee, er stond een letterke boven. Ja, telefoon. Goedenavond. Met wie? Joke de Vries. Joke de Vries. Doe hast bingo. Ja. Oeh. Nou, dan moeten we de foto's even hebben. Joke de Vries is wel als een speer zo snel, hè? Oh my god. Maar we moeten hem controleren als het goed is. We gaan niet ja. bekijken. Zie maar even. Nog volop gecontroleerd hier door de notaris. Wil ik alvast even bedanken Flip van der Meer, Dennis de Haan, voor hun bijdrage bij de bingoballen. Ook Saskia Brouwer hier bedankt. En notaris Klaske Holman en ook Henke Drent heeft een aandeel in deze fantastische bingo. Maar als ik even een gebruik van het moment dat ik mezelf ook even bedanken wil. Nogmaals, alle bedrijven, sponsoren, fantastisch. Maar nu komt het moment suprême. Nou toe! Wat zijn ze daar? Nou toe! Ik mocht je nog langer in spanning horen? Nee! Het is... Nou toe! Een juiste bingo! Yeah! Joke de Vries gaat met 80% van de prijzende vandoor vanavond. Van harte gefeliciteerd, Joke. De witte TCT contact met die opname over het in ontvangst nemen van deze prijzen. De prijzen die is de jonge Jeddermon haast die kerstmon ophelden tussen 10 en 12. En deze prijs van het weekendje Texel, die krijgt de letter ter beschikking. Dankjewel. Dus de heeft in ieder geval... ja. De superronde. Het weekendje Texel won. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Hoi. Hoi. Ja. Goed mensen, dan is het bij deze gebeurd hier. Wilt u nog even reageren? Dat kan nog even. We houden de lijn nog even open. Dus als u denkt van nou, we willen nog even wat zeggen. Dan kunt u nog wel even bellen. Als het een beetje netjes blijft. Ook, ja, ik heb zelf ook nog aan Dennis. Ja, ja, zet de microfoon maar hier op. Doe maar. Jongens, bedankt dat je maar iedereen mij dingen hebt. Ben je super. Nou, maar machtig mooi, hè? Ja. Goed, meisje. Dit was de allereerste bingo van de VV Jubbega. We hopen dat iedereen heeft genoten. Dat jullie met elkaar even een gezellige avond hebben gehad. Even een hapje en een drankje. En wat bingo gezeur, jongens. Fantastisch. Of er een vervolg komt, weten we niet. Heel misschien. Want dit was natuurlijk wel grandioos. En hou de Facebook van VV Jubbega maar eens even in de gaten. Ook mooie woorden van het bestuur gehad, dames en heren.
En ik moest Saskia even bedanken van de VV Jubbega dames. Moest even in beeld komen, zegt Tim even. Nou, voor mij is die al in beeld, hè? Ja, je bent er ook aan het oproemen. Bedankt je Malier, weer leuk en een geslaagde Janne. Jeroen, wil je iedereen bedanken namens Jubbega 2? Dat doen we bij deze Oene de Haan. Ook bedankt jongens. Bedankt voor de leuke bingo, goed georganiseerd. Ik weet niet, ik heb niet bij iedereen de naam staan, maar ook bedankt voor deze mooie lovende woorden. Bedankt voor de leuke en geslaagde bingoavond. Ook bedankt natuurlijk. Super gedaan mannen en vrouwen. Ook dankjewel. Het was machtig mooi, wordt hier gezegd. Wie hebben we hier, hè? Oh, dat is Herman. Nou, de plaatjes ken ik niet allemaal aan, hè. Jubbega 2, Pils op naar de hoofdklasse met de Rede Benny aan het roer. De Rede Benny die leidt alweer horizontaal, dacht ik, hè. Super, we hebben genoten. Zegt Hiske Groothof. Nou, ook Hiske, bedankt. Bedankt jullie allemaal, Henke Drent. Ook Mila was ernaast, zegt was leuk. Top, bedankt, was zeer geslaagd. Dat zei de Urzeliek. Goed jongens, dat waren even een paar mooie reacties. Ik geloof dat u deze video weer terug kunt kijken. Dus heeft u morgen niks te doen, denkt u van nou, ik wil het morgen nog eens even volgen of alles wel goed is gegaan. Deze video die blijft zometeen online staan. Kunt u het even allemaal rustig terug bekijken. Voor nu zeggen wij een fijn weekend. Misschien tot een volgende keer. Dit was de Bingo Commissie van de VV Jubbega. Tot de volgende keer. Dag hoor. Hoi. Nou, Bernd Sietse die komt op een valreep naar binnen. Die vreken dat ik even een vestjes jongen wil. Nou, ik denk dat de meesten dan heel gauw voort binnen, hè. Marije Rosenberg zegt super geslaagd. Complimenten voor de organisatie. Wolter en Doetie en Edwin en Marije en Jurin Jarts. De groeten komen van deze beste mensen. Nou, mooi dat het goed weer, hè. Bedankt, top georganiseerd, Home 43. Nou ook Home 43 nogmaals bedankt voor de beschikbaar gestelde prijzen. Was ook een grandioze Vera, hè? En uiteraard ook Ideke Bron, hè? Goed jongens, we zetten het spel uit hier. Hartstikke bedankt allemaal. En een goed weekend. Graag hopen wij u zo snel mogelijk weer te zien aan de kant van de zijlijn bij Jubbega 1 in de eerste klasse. En uiteraard ook bij de vele jeugdteams. En niet te vergeten Jubbega ZM. Het tweede, het derde, het vierde, het vijfde. Het zesde, het zevende. Dus kom gewoon gezellig langs. Jongens, tot een volgende keer. Dag, hoi.